Goh. C'est vraiment une question très très difficile pour moi. Goalball is een snel spel, een spannend spel en er kan op elk moment een doelpunt vallen. C'est un sport spécifique au jeu, très spectaculaire à voir, qui est très explosif. On pourrait vraiment l'assimiler à rien d'autre par rapport au sport valide. La concentration, l'explosivité et le savoir-vivre en équipe. Als ploegsport verlies je en win je samen en dat op zich is heel speciaal. There's no I in team, is een beetje extreem gezegd, maar je leeft samen toe. Het feit dat je dat samen kunt beleven, dat is gewoon de kracht van een ploegsport. Dans un collectif, partager la joie avec les coéquipiers, se battre pour l'autre, voilà, toutes ces valeurs-là, c'est les miennes. Et la joie est décuplée quand vous la partagez avec les autres. Dan is dat natuurlijk wel super leuk als je de spelen kan beleven met vijf andere personen van het team. Hè. Of dat dan je broers zijn of teamgenoten, het voelt sowieso aan als familie. Clisson houdt er ook altijd de sfeer in. Altijd te vinden voor een goede mopje. Uiteraard een zeer goede goalbalspeler. Alors Arne, il est vraiment au service du collectif. Tom, een rots in de branding. Bruno is een nuchter persoon, vind ik. Die staat met zijn twee voeten op de grond en het spel zeer doeltreffend. Wassim, c'est le joyeux luron de la bande. Et il met l'ambiance et c'est très important, mine de rien. Rob zou ik omschrijven als een stille kracht. Ik heb niet het gevoel dat het donker wordt. Omdat ik heb wel een ruimtelijk beeld op het moment dat die bril opgaat. Ik zie niks meer, maar dat wil niet meer zeggen dat er geen wereld meer rondom mij is. Maar de wereld wordt enkel opgebouwd op basis van auditieve input. Dus die is beperkter, maar die bestaat wel nog. Ja. Op voorhand bespreekt Johan dat. En wij werken met nummers van 1 tot 7 die het doel verdelen. Dus op die manier kan Johan echt wel duidelijk tactieken bespreken met ons van kijk. Communicatie is zeker en vast belangrijk, maar gewoon ook elkaar leren horen. Dus een combinatie van heel kort en goed te communiceren, elkaar door en door te kennen en heel goed te luisteren wat er rondom je gebeurt. On se connaît depuis très longtemps, donc le fait de se connaître et de connaître les mouvements de chacun, ça aide. Après la communication, c'est primordial effectivement, tout le temps indiquer sa position. Le fait qu'on s'entraîne vraiment très souvent ensemble, ça marche quoi.